Achter mij zie je een bus. Niet zomaar een bus, maar de Capgemini-bus. Met deze bus presenteert Capgemini zichzelf bij diverse hogescholen en universiteiten in Nederland. Vandaag reizen we mee met de recruiters en zijn we in Rotterdam. En hoe ervaren de young professionals om in zo'n bus te stappen en dan met jullie te praten over werken bij Capgemini? Want dat is eigenlijk wat jullie aan het doen zijn, toch? Echt, krijgen tot nog toe alleen maar leuke reacties hierop. Ja, echt. Het is natuurlijk hun home ground, ja. Waar ze vandaan komen. En het is heel intiem. Het is heel, we komen ook echt naar hun toe, zeg maar. Dat hebben we er gewoon voor over. En ja. Ik vind het zelf vind ik erg leuk om op deze manier onze bekendheid, zeg maar, in Nederland te vergroten. Jij gaat zo meteen de bus in om een gesprek te hebben met de Capgemini recruiters. Waar denk je aan als je aan Capgemini denkt? Eerst wat ik dacht was dat het vooral een IT-bedrijf was. Maar ik heb nu wat meer gekeken op de website en dergelijke en gezien dat ze ook veel aan consultancy doen. Ken je Capgemini? Vaag van gehoord, consultancybureau. Als je aan Capgemini denkt, waar denk je dan aan? Ik denk aan outsourcing, ja? Technologie en consultancy. Dus als ik de naam Capgemini noem en ik vraag van waar denk je aan als je aan Capgemini denkt, dat mensen denken aan consultancy en eigenlijk niet meer aan IT. In eerste instantie is het natuurlijk heel erg jammer. Maar blijkbaar hebben we gewoon naar buiten toe inderdaad echt zo'n meer een consultancy uitstraling. Terwijl we juist ook aan de technologiekant heel erg sterk zijn. Wat je vaak hoort is cultuurvragen. Cultuurvragen, ja. Als in hoe is het bij... Wat voor mensen werken er? Wat is bij jullie belangrijk? Wat voor soort mensen werken bij jullie? Hoe ging je de bus in? Ik ging de bus in met het idee van, ik ben uitgenodigd via een recruitingsbureau. Yeah. En die zeiden van, wil je langskomen? En ik was toevallig in de buurt en zei, doe maar, ik wil het wel eens een keertje zien. Maar ik had niet echt iets van, dat is iets voor mij. Dat is niet echt iets voor jou. Nee, en toen ik nu ben ik hier binnen geweest en het is eigenlijk precies wat ik doe. Je gedachten nu over Capgemini, positief? Het is nog wel een positieve kant, ja. Waarom is het leuk om bij Capgemini te werken? Samenwerking. Samenwerking? Vrijheid. De Capgemini bus. Wat het meeste opvalt is dat de young professionals die erin gaan en een gesprek hebben met de recruiters er eigenlijk allemaal heel enthousiast uitkomen en zich allemaal inschrijven voor de Experience Day. Een dagje meelopen bij Capgemini van 9:30 tot 5:00. Wil jij ook meer informatie over werken bij Capgemini? Ga naar www.werkenbijcapgemini.nl.